Wim Kobbe, medeoprichter van Maya Heysje, Club van de Maand. Hoe komen jullie aan jullie naam? Ja, dat is heel interessant. Het lijkt op Japans en er zit ook een Japans woord bij. Dat is namelijk Ryu. Dat betekent school. Maar de naam zelf is ontstaan door mijn zonen. Want de oudste die heet Mart en de tweede heet Jan Heijn en de derde heet Charlo. En daar hebben wij dus Maya Heysje van gemaakt. Het lijkt Japans. Ja, het lijkt natuurlijk voor een buitenstaander lijkt het Japans. Het maakt ook indruk voor de buitenwereld hoor, als ze de naam horen al, in verband met de wedstrijden. Wim, hoeveel leden heeft jullie club en wanneer zijn jullie opgericht? Nou, wij zijn in 1994 zijn wij eerst begonnen onder elkaar. En toen is er langzamerhand is er een bestuur ontstaan. En daar heb ik onnoemelijk veel aan gehad, want dat zijn mensen die achter je staan en die doen onnoemelijk veel werk waar je zelf eigenlijk of geen tijd voor hebt of nog niet het benul hebt dat je daar ook aan moet denken. En de leden, het aantal leden wat we nog hebben voor de Judebond, dat is nog steeds meer dan 400. En we zijn eens kijken in vanaf 1904, maar het moet zijn 2004. Ja. 2004, 2005, 2006 hadden wij het meeste aantal leden van welke school of vereniging van heel Nederland. En vrouwen, zijn die ook goed vertegenwoordigd bij jullie? Je bedoelt de dames. De dames? Ja, wij noemen dat altijd dames. Nou ja, dat is afhankelijk dus. Kijk, als ze jong zijn, dan blijven ze fanatiek. Maar als ze verkering krijgen, dat kan. Of ze gaan studeren. Ja, dan wordt het wel eens moeilijk om te blijven judoën. Of schoner, toch sommigen elders doorgegaan zijn met judo. Bijvoorbeeld die in Amsterdam gingen studeren. Of in Delft of in Eindhoven. Die zijn daar bij de plaatselijke clubs verder gegaan. En die houden nog steeds contact met ons. Kunnen deze leerlingen nog steeds van jouw kunsten genieten? Ja, ze vinden het. Ja, ik schijn grappen te maken tijdens mijn lessen. En dat vergeten ze niet. Ja, je geeft zelf ook nog actief les? Ja, ja, ik zit nog eens even rekenen. Zaterdags 5 uur in Teteringen. Dinsdagavond 5 uur in Teteringen. En het woensdagsmiddags in Babel. En welke leerkrachten zijn hier bij naam te noemen? Nou, hier is Tini Stoop. Die is bij mij begonnen als 5-jarige. En die heeft al zijn diplomas gehaald die daarvoor nodig zijn. En je ziet hem nou hier. Zie hem functioneren. Ja, we zien hem achter jou doorlopen nu. Ah, ja, ik wou even draaien. Ja. Maar in ieder geval, hij is kindvriendelijk. En dat is bij mij het allerbelangrijkste. Ja. Kindvriendelijk zijn. En dan het enthousiasme overbrengen. En vooral ook zijn grappen die hij er tussendoor brengt. Want kinderen, die willen plezier hebben. En ik heb altijd gestreefd dat iedereen met plezier hier naartoe komt. En ook een soort te huis vinden, zich thuis voelen. Dat is zeker niet onbelangrijk. Ja, want dat zijn dus de grote krachten, althans, dat zeggen ze dan, waar ik altijd op gedraaid heb. En ik heb gehoord dat ze zoon ook lesgeeft, zoon van Tini Stoop. Ja, dat is Juri, die is ook bij mij begonnen als 5-jarige. En die doet het, want ze zijn allemaal tevreden, de mijn judoka's dan, die het vrijdagavond hier komen trainen, wedstrijdgroep. Nou, die vinden het ontzettend leuk. En Juri is ook, ja, wie moet ik daarvoor een woord? Begeisterd. Helemaal zit hij daarin. Hij wil eruit halen wat erin zit. Want ik heb wel ontdekt in mijn leven, wat er niet in zit, kun je er ook nooit uithalen. Maar je moet wel ontdekken, wat kan hij of zij? En als je dat eruit haalt, dan ben je dus echt geslaagd. En dat gevoel heb ik nog steeds. Wim, mag ik jou bedanken voor dit gesprek? We gaan nog lekker even genieten van dat sportgedoe hier. Ja, want je wordt nog vanavond behoorlijk gewerkt. Want dat
begin ik al te ruiken. Ik begin alweer die heerlijke zweetlucht te proeven. En ik dank u. Van de Vaart, je bent secretaris, maar ik wil aan jou toch wat anders vragen. Wat voor sporten zijn er zoal te doen in jullie club? We hebben een heel scala aan sporten. We zijn oorspronkelijk begonnen als judo- en jiu-jitsu club. Jiu-jitsu hebben we inmiddels doen we niet meer. We doen nu judo nog, we hebben taibo, we hebben kickboksen en natuurlijk judo. En op zaterdagmiddag hebben we ook nog een klein half uurtje een soort algemene zelfverdediging. Er zit van alles tussen. Er zit een klein stukje jiu-jitsu komt daar terug. Er komt karate terug. Er zit van alles zit daartussen. Straatvechten? Straatvechten zit er ook bij, ja. Straatvechten zit er ook tussen. Het is niet zo ruw als echt op straat, maar het is een mildere vorm van straatvechten. Waar kunnen mensen jullie bereiken als ze bijvoorbeeld nieuwsgierig zijn aan jullie club? Ja, ze zijn altijd welkom in onze dojo. Ze kunnen altijd langskomen tijdens... En waar staat jullie dojo? Onze dojo in Maden, op de hoek, de gymzaal op de hoek van de Romboutstraat en de Van Geelslaan. De nummertje 80, als ik me niet vergis. Daar zijn ze altijd welkom tijdens trainingsuren. En wat die trainingsuren dan zijn, dat kunnen ze op de website van ons vinden. www.maaienheysja.com. Dan staat er een kopje lestijden. En dan zie je ook welke lestijden er zijn. Welke leeftijdsgroepen dat er voor welke lesuren geschikt zijn. En dat is een hele... Ja, heel veel informatie staat erop. Wat maakt het voor jou zo leuk, jullie club? Onze club is een hartstikke gezellige club. Ik zit er zelf vanaf 1994 al bij. Toen het opgericht werd? Vanaf de oprichting inderdaad. Ja. En ik zit er nu nog steeds, dus het wil eigenlijk best wel wat zeggen. Ik heb het goed volgehouden. Dat zegt genoeg. Ik zou zeggen, ja. Nou, dankjewel Davy. Graag gedaan.